1940, het Friese platteland. Nederland is bezet door de Duitsers. Jacques Kooistra is 10 jaar en verzamelt niet alleen postzegels, hij knipt ook overlijdensadvertenties uit. Hoewel ik aan de lijf heb ondervonden wat razzia's betekent, we hebben er vele gehad thuis. Bovendien is een vriendje van mij op 13-jarige leeftijd doodgeschoten. En ooit heb ik eens een trap gehad van een landwachter. En die trap die was zo allemachtig dat ik hem bij wijze van spreken vandaag de dag nog voel. 1942. Jacques is 12 jaar en knipt de mededeling uit de krant dat 5 gijzelaars uit Sint-Michielsgestel zijn gefusilleerd. Hij houdt zijn verzameling nauwkeurig in een schrift bij. Dit intrigeerde mij, omdat ik toen al dacht, dit is een stuk geschiedenis wat vastgelegd moet worden voor latere generaties. Er was al zo weinig op het gebied van geschiedenis te vinden. En dan denk ik in het bijzonder aan de 80-jarige oorlog, slag bij Nieuwpoort. En als je nog iets verder gaat, de algemene geschiedenis. Jacques schrijft zijn gegevens gedetailleerd op. Gesneuvelde militairen, burgers, mensen die hij kent. De kaartjes groeien uit tot een archief. Op dat moment dacht ik wat verschrikkelijk zonde dat de gewone man om het leven wordt gebracht voor macht, voor eer enzovoort. En bovendien heb ik gedacht, eeuwig zonde dat zo'n jong leven of zulke jonge levens worden afgesneden. Die hadden toch een veel betere toekomst kunnen hebben. Na de oorlog had ik bijna 5000 kaartjes bij elkaar geschreven, waarop voorkwamen de naam van de betrokkenen, de voornamen, de geboorteplaats, geboortedatum, plaats en datum van overlijden, laatst bekende adres en vaak ook nog waar ze begraven waren. Jacques gaat door, hij kan het niet laten. Na 5 jaar heeft hij namen en gegevens van 150.000 oorlogsslachtoffers. Wanneer in 1947 de politionele acties in Indonesië beginnen, gaat Kooistra ook de namen van die gesneuvelden verzamelen. 1950, ook Kooistra moet eraan geloven. Onder de wapenen voor God, koningin en vaderland. Van zijn diensttijd zit hij 1,5 jaar in Nieuw-Guinea. Maar bovendien heb ik in Nieuw-Guinea ook nog zeer veel gegevens verzameld van vooral Indische Nederlanders die daar in kampen gezeten hadden en bovendien ook familieleden hebben verloren. Na 4 jaar weer terug in Nederland vindt Kooistra een baan op kantoor als correspondent Frans, Duits, Nederlands. Naast zijn kantoorbaan spit hij archieven uit en neemt alle kranten van 1940 tot 1945 door op zoek naar informatie. Jacques vraagt zich af wie verantwoordelijk zijn voor de dood van alle mensen uit zijn archief. Ongeveer begin 50 jaren heb ik gezocht naar de misdadigers die verantwoordelijk zijn geweest voor deze oorlogsslachtoffers. Ze hebben deelgenomen aan fusillades, waren betrokken bij de veroordeling van dit soort slachtoffers en hebben meegedaan aan mishandelingen en bewakingsdiensten, etc. En daaruit is dus zo langzamerhand ontstaan dat ik een ongelooflijk fel baasje werd. Is het nou wraak of is het gerechtigheid? In ieder geval stond op de achtergrond, dit moet vastgelegd worden. Die misdadigers moeten geregistreerd blijven. Justitie heeft in de 40, 50 jaren de berechting van de oorlogsmisdadigers een beetje op zijn beloop gelaten. En heeft niet gedaan wat ooit is beloofd door de regering in ballingschap. Daardoor heeft men steeds achter de feiten aangelopen. En men heeft eigenlijk tegen de jaren 60 het beleid maar op zijn gehele beloop gelaten. Kooistra heeft zo weinig vertrouwen in het militair gezag en de bijzondere rechtspleging dat hij door blijft gaan met privé speuren om te zorgen dat collaborateurs en landverraders hun straf niet ontlopen. En daarbij laat hij geen middel onbenut. Ik heb toen een abonnement genomen op het SS-blad Der Freiwillige. En aan de hand van de gegevens die daarin vermeld stonden, kon ik een hele hoop opsporen. En ik wist precies waar de heren hun reunies hadden, hun vergaderingen, enzovoort, enzovoort. Jacques snuffelt zelfs op begraafplaatsen en noteert gegevens. Welke naam, wanneer geboren en overleden, waar begraven? Hij combineert namen en gegevens en slaat ze in zijn archief en hoofd op.
Voortdurend bezig met opsporen, steeds op pad en niet alleen in Nederland. Ook in Duitsland, België, Spanje en Polen. Kooistra merkt dat zijn gegevens ook nuttig zijn voor familieleden van gefusilleerden en mensen uit het verzet. Steeds meer mensen komen na 40, ruim 40 jaar bij mij om informatie te vragen over familieleden die vermist of gesneuveld zijn. En na zoveel tijd geeft dat een enorme voldoening, omdat deze mensen bij officiële instanties min of meer bot hebben gevangen. Het speuren brengt geen brood op de plank. Daarom werkt Kooistra als personeelsfunctionaris bij de Technische Unie. Ook haalt hij het diploma archiveren en maatschappelijk werk. Dat laatste diploma komt hem te pas bij het hanteren van emoties van mensen die hij behulpzaam is bij het vinden van gegevens over familieleden. Na jaren speuren slaagt Kooistra er in 1975 in van steeds meer foute Nederlanders de precieze plaats en naam te achterhalen. Een van de op tweede kerstdag 1952 uit Breda ontsnapte misdadigers was Antoine Toussaint. En die heb ik opgespoord in Aken. Ik heb hem opgebeld en gevraagd of hij zich nog iets kon herinneren van hetgeen hij had uitgespookt. Toen is hij de haak erop gegooid. Zijn hobby begint op te vallen. En het archief van Jacques is zo ver uitgebreid dat hij een bestand heeft van meer dan 200.000 kaarten. Kooistra krijgt bijnamen als Hunting Jack en Friese Wiesentaal. Ik vond het wel grappig dat ik die bijnamen kreeg, maar ik ben nogal vrij nuchter van aard. Jacques heeft inmiddels zijn kantoorbaan vaarwel gezegd en gaat sportverslagen en achtergrondverhalen over de oorlog schrijven voor het Fries Dagblad. In 1979 wordt Jacques door het Fries Dagblad gevraagd om rechtbankverslaggever te worden. Samen met collega Mulder van de Leeuwarden Courant is Kooistra regelmatig te vinden in de rechtszaal van het Paleis van Justitie in Leeuwarden. Ze delen hun interesse voor de Tweede Wereldoorlog. Mulder is zeer onder de indruk van het archief van Kooistra. Ik vertelde Kooistra eens een keer dat ik een neef heb gehad die na de oorlog is gesneuveld in Indonesië, maar dat ik helemaal niet meer wist waar dat gebeurd was en ook niet waar hij begraven ligt. En dat ik dat wel spijtig vind. En toen kwam hij twee dagen later kwam hij met een paar papiertjes aan. En daar stond keurig netjes op waar dat gebeurd was, waar deze jongeman nu begraven ligt. Enfin, nog wat details. En dat had hij dan allemaal weer uit zijn archief gehaald. Voor mevrouw Kooistra wordt het wel eens te veel. Mijn man en ik die laten elkaar met rust. Hij gaat zijn gang en ik ga mijn gang. Het is zo dat, ik denk dan wel eens van zijn hobby die heeft hem helemaal in de macht. En dat vraag ik dan wel eens aan hem, maar hij zegt dan gewoon van dat is helemaal dus niet zo. Maar als hij dan ook niet met vakantie wil of iets van die naad, dan ga ik mijn gang en hij gaat zijn gang. Als Kooistra voldoende gegevens heeft verzameld, gaat hij zelfs ter plekke kijken of het klopt. In 1980 boekt hij zijn tweede succes. Ik ben achter de identiteit van Rappard gekomen. Die was destijds woonachtig in Madrid. Ik wist ook zijn signalement en zijn beroep. En dat hij op weg was naar Nederland en naar Duitsland. Maar de Nederlandse justitie slaagt er niet in om Rappard in de korte tijd dat hij in Nederland is in de kraag te vatten. En het blijkt voor Nederland niet mogelijk te zijn om een Nederlandse oorlogsmisdadiger in het buitenland te pakken te krijgen. Nederland probeert soms wel om ze uitgeleverd te krijgen, maar met Rappard wordt daar geen moeite voor gedaan. Dan hoort Kooistra dat Nederland eind 81 wel een verzoek tot uitlevering doet aan Canada van de daar wonende Nederlandse collaborateur Jacob Luitjens, die in 48 bij verstek tot levenslang was veroordeeld. Canada kan niet aan dit verzoek voldoen, omdat in hun uitleveringsverdrag uit 1898 geen clausule over collaboratie met de vijand staat. Ik was er uitermate teleurgesteld over dat, dat was in begin 82, dat mensen die hun straf waren ontlopen ergens op de wereld een andere carrière konden opbouwen. Begin 1982. Wanneer Kooistra collega Mulder tegenkomt in de kantine van het Paleis van Justitie in Leeuwarden, besluiten ze de zaak te onderzoeken. Ze komen erachter dat Luitjens landwachter in Rode is geweest.
Nog geen 3 dagen later, op maandagmorgen, besluiten Kooistra en Mulder op onderzoek uit te gaan in Rode. Ze kiezen voor een openbare plek, het dorpscafé aan de Brink van Rode. Op deze vroege ochtend treffen ze enkele oud-Rodenaren aan de stamtafel. Toen begon het natuurlijk, ja, en die kinderen die waren bij de Lamstorm. Die lukt met het beretje op wel, hè, die andere de jeugd van zijn broer en zusters. Met die mooie pakjes aan. Maar hij zwierde wel rond met zijn manschap. Want ja, dat was toch de Norge bloedploeg. Ja. De een wist nog veel meer te vertellen dan de ander. Iedereen die had zijn mond vol over de familie Luitjens, ze hadden allemaal gekend. Men wist mij ook onmiddellijk te vertellen dat het Jaap met het lamme handje was en de schrik van Roden. Dat is wel zo, maar dat ging toch eigenlijk nog niet zozeer op. Ja, hij was een goed veearts, de oude Luitjens. Zijn vader. Ja. Ze vertelden ook dat de tegenover het café wonende Hendrikus de Vries, Zwarte Rieks, had gezien dat Luitjens een gedeserteerde Rijksduitser had doodgeschoten in zijn tuin. Daarom verlaten Kooistra en Mulder het café voor een bezoekje aan Hendrikus de Vries. Hij weet hen te vertellen dat hij Jaap Luitjens onmiddellijk herkende als degene die de Duitser mors doodschoot. Na het bezoek aan de Vries gaan de twee journalisten terug naar het dorpscafé. Een van hen vertelt aan Kooistra dat Luitjens na de oorlog met zijn zwager, dominee Postma, naar Paraguay in Zuid-Amerika wist te ontkomen. Toen ik dat hoorde, viel alles een beetje samen. Want ik herinnerde mij op dat moment dat ik een aantal jaren geleden een interview had gehad met zijn zwager, dominee Postma. En dat was een hele grappige combinatie. De man was predikant en voorzitter van de voetbalvereniging QVC in Stavoren. En die vertelde mij in kleurrijke bewoordingen over zijn gang naar Zuid-Amerika. Waarbij hij het ook had over zijn zwager, die achteraf Luitjens bleek te zijn. En die is hem ook veroordeeld. Hij was niet naar Amerika gegaan. Weet u ook dat land, weet ik niet precies. Nu is voor Kooistra in de zaak Luitjens het kwartje gevallen. Kooistra besluit over zijn bevindingen te gaan schrijven in het Fries Dagblad, samen met Mulder in de Leeuwarden Courant. In Canada krijgt Arnold van der Heijden, eindredacteur van een Nederlandstalig krantje, de Windmill Herald, alle kranten uit Nederland te lezen. Zijn oog valt op de artikelen van Kooistra. Kooistra wordt uit Vancouver door Van der Heijden gebeld. Een ex-Rodenaar die hier in Vancouver woont, hoorde tijdens een bezoek van iemand uit Roden dat Luitjens hier woonde en plantkunde doseerde. Hij ging op verkenning uit en identificeerde de docent als Jaap met het lamme handje. Jacques belt op de krant en thuis met Van der Heijden over de verblijfplaats van Luitjens in Canada. Het leek wel of ik een steen in het water had gegooid. Er kwamen steeds meer kringen bij. Hetgeen bleek uit het feit dat steeds meer mensen zich met deze zaak gingen bemoeien en er ook veel meer over gepubliceerd werden dan wij oorspronkelijk hadden gedacht. Toch is Van der Heijden zeer teleurgesteld. Persoonlijk vond ik mijn Canadese staatsburgerschap gedevalueerd, omdat Luitjens hier ook woonde en deze bezat. Jammer genoeg zijn hier nog wel meer van deze leden. Kooistra en de Canadese journalist geven elkaar elk nieuw feit door en publiceren hun bevindingen. De zaak komt in een stroomversnelling. Midden jaren 80 hoort Kooistra dat de Canadese regering 3 jaar na de opsporing van de Nederlandse collaborateur besluit tot een actief beleid. De zaak Luitjens wordt testcase om de tot Canadees genaturaliseerde oorlogsmisdadigers uitgewezen te krijgen. Eigenlijk had ik nu het idee dat er wat ging gebeuren. Vooral omdat de Canadese justitie zich daarmee ging bemoeien. Kooistra blijft met argusogen de zaak volgen. Ook als de Canadese justitie de rechtercommissaris van de rechtbank in Leeuwarden inschakelt. In september 85 krijgt mevrouw Duursma Oldhuis het verzoek uit Canada om hier in Nederland een getuige te horen in de zaak Luitjens. Dat was de zuster van Luitjens. Waar het om ging was om erachter te komen of Luitjens wist op het moment dat hij Canada binnenkwam en op het moment dat hij zijn staatsburgerschap aanvroeg op de hoogte was van de veroordeling die hij gehad had in 1948 in Nederland.
En daar, men dacht dat die zuster daar een verklaring over af kon leggen. Naast zijn werk bij de krant blijft Jack gegevens over oorlogsmisdadigers en hun slachtoffers verzamelen. Weekendenlang is hij op pad, zonder te melden waar hij naartoe gaat. En hij is niet alleen op nazi-lectuur geabonneerd, maar woont zelfs bijeenkomsten van oud-SS'ers bij. Ik heb me zeer veel in het hol van de leeuwen begeven. Zo onder het motto van een vliegende kraai vangt altijd wel wat. Bovendien ging het mij niet alleen om de personen, maar ook om de informatie. Als Jacques dan weggaat, vertelt hij eigenlijk nooit waar hij naartoe dus is. En ja, ik vraag het dan wel, maar hij vertelt niet naar Duitsland, maar zegt niet van hoe of wat. In het voorjaar van 88 vraagt de landelijke officier voor oorlogsmisdrijven aan Kooistra informatie over een aantal collaborateurs. Ik heb hem desgevraagd een 23-tal namen toegespeeld met informatie over dit soort lieden. Enkele daarvan bleken al in 1943 en 1944 te zijn gesneuveld. En toen heb ik mij afgevraagd waarom hij zelf niet over deze informatie heeft beschikt. Goedemiddag, met Kooistra. Het werk van Kooistra wordt niet door iedereen in dank afgenomen. Vooral mevrouw Kooistra ondervindt het aan de lijve. Ze krijgt bedreigingen door de telefoon. En het blijft niet bij telefonische bedreigingen. En toen heb ik op een gegeven moment ook tegen Jacques gezegd: moet je goed luisteren, als jij doorgaat met die hobby, zoek jij maar een flatje op. Maar dat wil ik hier niet meer in mijn huis hebben. Klaar, afgelopen, want ik heb best in angst gezeten. Een tijd is het stil, maar nog geen 2 maanden daarna komen de volgende telefonische bedreigingen. Ik kon er helemaal niet van slapen en Jacques had dan wel in de gaten van, nou, dit kan niet langer zo. Toen hebben we dus een geheim telefoonnummer genomen. Ik heb erover nagedacht en toen bij mezelf besloten, ik ga niet opzij voor dreigementen, intimidatie of voor geweld. Het enorme archief van Jacques Kooistra wekt de belangstelling van de Nederlandse en Canadese justitie. Rijksrechercheur Koppe werkt onder de landelijke officier en krijgt het dossier Jacob Luitjens onder zijn hoede. Koppe houdt rechtstreeks contact met de Canadese justitie. De Canadezen die probeerden om Jaap Luitjens zijn Canadese nationaliteit af te nemen. Door het horen van getuigen en het tonen van documenten, waaruit blijkt dat hij destijds een valse verklaring heeft afgelegd. Dus toen hij Canada binnenkwam en tegenover de immigratieautoriteiten heeft verklaard dat hij nooit met politie en of justitie in aanraking is geweest. De getuigen moeten door de Canadezen zelf gehoord worden. Koppe bereidt deze 200 getuigenissen voor. In de zomer van 88 komt van hoge Canadese zijde de aanklager in het proces tegen Luitjens staatsburgerschap, meester Rikhof, samen met Koppe op bezoek bij Kooistra. Rikhof komt oorspronkelijk uit Limburg en spreekt dus Nederlands. Als voorbereiding voor het proces in Canada om Luitjens staatsburgerschap te ontnemen, moesten we uiteraard de getuigen zelf horen. Terwijl de officiële instanties bezig zijn om Luitjens van zijn Canadese nationaliteit af te helpen, gaat Jacques Kooistra onverdroten door met het verzamelen van gegevens van collaborateurs en het combineren van de gevonden feiten. Het is ook het vingerspitsengevoel wat je bij dit soort zaken nodig hebt. Het combineren, het analyseren, het opsporen, opslaan en al dat soort factoren. Het recherchewerk van Kooistra heeft opnieuw succes. Weimar heeft in Assen in 1949 de doodstraf opgelegd gekregen en is er ook vandoor gegaan. Kooistra komt erachter dat Weimar in Bad Schwartau woont en portier was in Hamburg. Hij gaat erachteraan. Ik heb hem destijds opgebeld, mijn naam genoemd en dat doe ik altijd. Ik noem altijd mijn eigen naam. Het gesprek heeft heel kort geduurd en toen heeft hij de haak op de telefoon gegooid. Gepubliceerd? Maar ook nu laat de Nederlandse justitie het afweten. Op 26 september 88 begint in Canada het proces tegen Luitjens. Maar Kooistra maakt zich zorgen, want 2 weken na het proces gaat de rechter met pensioen en er is nog geen uitspraak. Ik heb heel lange tijd mijn hart vastgehouden, omdat ik bang was dat Luitjens voortijdig naar de eeuwigheid zou glippen.
En dan zou alle werk eigenlijk voor niks zijn geweest. En had deze meneer heel lang een prachtig mooi leven met zijn gezin geleid in Canada. En bovendien zou hij zijn straf, die hij nog te goed had in Nederland, helemaal zijn ontlopen. Bij het proces in Canada zijn veel mensen betrokken, maar de uitspraak laat lang op zich wachten. Het heeft mij altijd ontzettend verbaasd en bevreemd dat het zo erg lang heeft geduurd voordat de rechter in deze zaak, in de zaak Luitjens, uitspraak kon doen. 3 jaar na aanvang van het proces komt de Canadese rechter in oktober 1991 met de uitspraak. Luitjens is een Canadese staatsburgerschap kwijt. Ik had het wel verwacht, maar ik wist niet wat ik hoorde. Want op dat moment wist ik eigenlijk niet of hij nog wel naar Nederland zou kunnen worden uitgeleverd. Kooistra hoeft niet lang op antwoord te wachten. Eindelijk hadden we in Canada een nieuw uitleveringsverdrag, namelijk in december 1991. En het verdrag kon breder toegepast worden, waardoor ook meneer Luitjens uitgeleverd zou kunnen worden. In januari 92 doet Nederland een nieuw uitleveringsverzoek aan Canada voor Luitjens. Het zag er steeds meer naar uit dat hij zou worden uitgeleverd. Maar Luitjens vecht als een leeuw om zijn Canadees staatsburgerschap terug te krijgen. 23 november 92. Kooistra krijgt het bericht te lezen dat het beroep van Luitjens niet gehonoreerd wordt. 3 dagen later is het zover. De collaborateur Jacob Luitjens wordt na 30 jaar rustig in Canada te hebben gewoond, uitgewezen en op het vliegtuig gezet, met bestemming Nederland. Vrijdag 27 november 1992. Luitjens komt aan op Schiphol. Nu gaat de Nederlandse justitie uitzoeken of Luitjens van zijn levenslange veroordeling bij verstek geweten heeft. Als bewezen wordt dat hij hier inderdaad niet van geweten heeft, dan moet het proces van voren af aan beginnen. Waar de officier van justitie uit Assen hem formeel aanhield. Stel je voor dat hij inderdaad opnieuw terecht zou moeten staan. Dat zou indruisen tegen punt 1 je rechtvaardigheidsgevoel. Maar daarnaast zou het natuurlijk ook rampzalig zijn voor alle getuigen, voor alle slachtoffers die zich nog eens een keer voor de rechtbank moesten verantwoorden of getuigenis moesten afleggen. 28 december 92, uitspraak in de zaak Luitjens. Hij moet op de hoogte zijn geweest van zijn vonnis tot levenslang in 1948 en is hiertegen te laat in beroep gegaan. Dit vonnis is dus rechtsgeldig. Luitjens moet voor de rest van zijn leven achter de tralies. Onze beslissing betekent derhalve dat op dit moment het vonnis van 1 september 1948 in stand blijft. Eindelijk heeft de gerechtigheid gezegevierd. Daar hebben zoveel mensen naar meegewerkt. En op het moment van de uitspraak kon ik deze man in mijn kaartsysteem afschrijven. Dit werk zal ik blijven doen. Het blijft me fascineren en ik ga ermee door tot ik niet meer kan. En ook omdat mensen ernaar vragen en ik daarmee mensen tevreden stel. En ik ga ermee door tot ik er bij wijze van spreken bij neerval. Eigenlijk kan ik niet anders. All of my life, I thought I knew the taste that's sweet in my eyes. Oh, my life was so complete that you